super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer met mijn schatten, Nina en Anne. En ja, we hebben weer een super leuke shopvlog voor jullie. Ik word dat vaak aangevraagd. Ik vind het altijd leuk als ik met een ander doe. En ik vind het zelf eigenlijk ook veel leuker. Want ik kan echt een beetje over de kleding praten. En dan zie je zo een beetje eentje. Nou, hè, leuk broek. Meer meningen. Ja, echt hè. Dus ja, leuk. Ja, we hebben eigenlijk gewoon onze must-have items gekocht voor het aankomende seizoen. Een beetje winter nog. Ja, ik wou gezellig. Winterkleding, jullie. Ja, ook een beetje avond. Voor gezellige avondjes. Ja, netjes gewoon een beetje netjes en een winter. Dus gewoon echt een must-haves. Bij Naked en Chiguel. Mega veel. Voordat we beginnen met deze video, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet me niet te supporten op mijn YouTube kanaal te abonneren. En vergeet ons zeker niet te volgen op Instagram als je ons nog meer wil checken, stalken, whatever. Staat in je beeld. Ik moet mijn kamer maar uitdoen. Ja, dat moet je doen. Ja. Ik heb natuurlijk ook een kortingscode. Ja, daar zijn jullie natuurlijk voor. Nee. Voor Naked is het die zeggen we pas aan het einde van de video. Dus je moet de video afkijken. Nee, het staat sowieso in de beschrijving ook. Maar voor Naked is het Sarah voor 20. En dan heb je korting op alles. En bij Chiguel is het Sarah 25. Maar het staat hier in beeld, het staat in de beschrijving. Wil je het checken? Kijk gewoon naar de beschrijving. Laten we beginnen met Naked. Het is nou echt een mega pakket. Ja, echt fucking leuk. Dit is waar we het meest benieuwd naar zijn. Wat dan? Oh ja! Wat? Nou, niet benieuwd om te weten hoe het is, maar we zijn heel erg naar verwacht. Dit is onze must-have van de must-have van de must-have. Ja. Gewoon. Echt. Echt niet normaal. Mijn heel gekleurd dit. Ja, dit is het. Mensen, dit is het. Dit is als jij een beetje een zomer vibe wil hebben, een beetje gewoon weer bruiner. Het is gewoon een Ja, maar toch is anders dan een normale bronzer. Maar hij is gewoon zo buttery. Of zo. Ja. Zo creamy, hij gaat je glijdt over je gezicht. Je blendt hem uit van hier tot Afrika. Echt, wie komt erop? Van Naked een contour stick, maar... Nou, ik heb er wel eens een paar geprobeerd, maar dit is wel de beste. Niet normaal. Echt, niet normaal. Dit is de kleur. Hij mengt ook heel mooi met je gezicht. Oh, en welke kleur hebben wij? We hebben kleur karamel. En ik heb voor mezelf ook een nieuwe wenkbrauwgel, want die is ook echt niet normaal chill. Ja, wij gebruiken normaal die van Sarah. Is dat die donkere? Nee, die ik nu heb. Want ik heb nu, ik had er nog een, maar die is te donker. Oh, ja? Dit is gewoon de kleur brown, volgens mij. Die was dark brown, dus het was echt, het wordt bijna zwart. Ik heb echt nog nooit zo'n goede gehad. Oh, hij is zo lekker klein specifiek. Ja, ja, dus je kan toch even, als ik hem opdoe, zit hij gelijk in de clown? Nee. Maar hij is echt, hij is niet normaal. Ik kan het gewoon niet. Maar ja, dit zijn echt mijn ik share even mijn favoriete producten Ik wist helemaal niet dat ze dat al deze producten hadden. Ja. Van tevoren. Oh, leuk dat je het ring hebt besteld. Ja, het was net zeg, ja. Vond gewoon leuk. Ja, en ik draag nu laatst het wel echt, zeg maar deze heel veel. Je had het wel heel trots laten zien. Jongens, kijk. In die mukbang. Nou, die mukbang vliegt de dak uit gewoon. Ja? Leuk. Precies de goede maat. Laat het zien allemaal. Past ook om alle vingers, zeg maar. Wacht. Ik doe eerst het van. Deze had ik dus al. Zo, ik heb dikke vingers. Ja, ik ook joh. Hallo, dus scherp stellen. Nou, deze heb ik nu dus erbij. Heel leuk, Anne. Echt top. Oké, ik begin met deze. Twee items die Anne de vorige keer voor mij wilde shoppen, maar uitverkocht waren door Black Friday. Ja, hij was alleen maar maat 36. Deze moet niet normaal. Dus ik weet echt niet of ik hem pas. Maar het zou zo top zijn. Dat is niet normaal. Hij is echt heel mooi. Kijk hoe leuk. Oh, en anders ga ik hem ook zo aandoen. Zo wel aandoen? Niet normaal. Ik moet dit gewoon passen, anders word ik niet goed. Ja. Maar ja, we gaan het zien. We gaan het zien, we gaan het zien. Zo erg, erg. Maar dit is echt, ja, ik ben heel benieuwd. Maar nee, het valt altijd wel groot, dus ik dacht het zou kunnen. Het zit ook aan de binnen dat het lekker zou. Oh, lekker. Ja, dus ik hoop dat ik hem pas, anders ben ik, fuck my life. Jij hebt echt een outfitje, hè? Ja, ik heb een hele outfit. Jij bent echt een outfit shopper. Ja. Pantalon eigenlijk. Zwarte pantalon met een splitje aan de onderkant. Heel leuk. Heel mooi, ja. Maat 34 heb jij toch? Ja, het is eigenlijk mooi. Niet heel bijzonder, maar... Ja, op deze school is dat wel heel... Maar ik moest gewoon nog even een soort zwarte net pantalon. Ja, want ik heb alleen maar van die veertjes. Heel mooi die bovenkant. Maar deze is echt net voor als je het ook... Ja. Maar kijk hoe leuk de bovenkant ook is. Ja. Dat doet heel mooi taaien. Ja, ik ben heel benieuwd. Je wilt gelijk passen dan? Ja, ik ook. Ik wil die broek gewoon nu passen. Oké. Okay. Ik ga eerst... Deze. Ik heb een tasje. Eigenlijk een tasje besteld. Ik hoop dat hij een beetje... Want hij is best wel klein, maar... Maar niet uit, want ik gooi daar gewoon de plus dingen, want ik heb nooit een tasje gehad. Nee, Anne die had nooit een tas. Nee, jij bent echt geen... Jij laat alles in je zak. Oh, hij is wel echt heel klein. Oh,
Maar wel heel leuk. Jij is voor... Zou je telefoon... Ja, je telefoon pas maar makkelijk. Maar mijn telefoon doe ik er niet in. Oh. Dan doe je in je zak altijd. Ja. Oh. Maar dit is top, want altijd ja, ik heb alleen zeg maar echt een grote tas. Zo'n lomp. Ja, voor en avond. Voor avondje. Dat is niet leuk. Ja, dat is veel dit is perfect. Dit is perfect, ja. Overal ja. Heel leuk. Maar leuk, je hebt een kort natuurlijk en je kan ook ja. Een oh, zo zit het echt. Ja. Handig. Ja, dat is heel handig. Ja, dat is echt iets voor jou, Han. Kort. Maar ook subtiel wel. Gewoon ja, ik wil het gewoon simpel. Ja. Gewoon zo simpel mogelijk. Leuk. Helemaal leuk. Ja, amazing. Oké, dan heb ik iets anders waar ik echt zo blij mee ben. Oh, die is ook zo gaaf. Als je deze past, doe je deze vanavond aan. Ja, sowieso. Hallo, dit ga ik aandoen. Ja, deze outfit is... Maar ik vind het eigenlijk te geil voor vandaag. Het is wel echt van een geil avondje. Maar ja, goeie, weet je wat leuk is? Blouse. Niet normaal, dit is toch fantastisch? Ja, ik ben echt obsessief. Deze waren we van vorige keer waren we al obsessief met deze. Ja, sorry. Hij is een leuk poffie. Hij is best wel kort, dus echt zeg maar wel net... Echt uitgaan. Ja. En dan zit hij ook elastiek aan alle kanten. Dat niet normaal. Aansluit. Ja, het is echt niet normaal. Oké, ik heb dit als eerste fully outfit. Ja, de broek is gewoon net te klein. Dat is echt jammer. Je ziet het misschien niet heel erg op beeld. Ja, je ziet het wel. Maar het is echt mijn favoriete broek ooit. Maar hij zit gewoon net even te strak. Het is maat 36, maar ik wil maat 38. Maar ja, op foto zag hij er ook wel best wel groot uit. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon net niet echt mooi zitten. Ik vind het gewoon mooi als het oversized er was. Dus misschien past Nina wel heel goed. De blouse is echt amazing. Echt, I'm in love. Het tasje er ook heel leuk bij, maar dit kan echt bij alles. Dus ja, de top is van mijn maat S. Deze heb ik dus maat 36. Die is echt gewoon, ja, voor mij echt wel te klein. Dit is mijn outfit. Helaas is de broek te klein, maar helemaal blij mee. Je hebt drie dagen drie nieuwe blazers. Niem is mevrouw Colbert. Zij heeft zoveel Colbert. Ik was in België, ik zeg in de Zara van, hebben jullie nog deze Colbert? Zat ze me aan te kijken, ze kennen gewoon het woord Colbertje niet. Wat bedoel je, weet je wel? Ze zeggen, oh blazer! Maar het is een Nederlands Colbert. Colbert. En oversized zwarte voor op mijn pantalon. Heel mooi. Nee. Ook leuk stoffie. Ja, ja. Een beetje een ribbeltje. Die nee, deed het even keer wat anders. Ja. Anders dan leuk, Niem. Heel mooi. Mooi. Ja, ik vind de blazers van Nike het beste ooit. Ik heb nog nooit een blazer daarbij besteld. Ik heb die in de beige. Heb je die wel eens aangehouden? Ja, van die stage. Oh. Heel leuk. Ja, mijn blazers komen allemaal van Naked. Dat is gewoon goede kwaliteit. Ja. Next one. Oh, deze is heel gaaf. Ik hoop het. Hij is wel. Ik weet niet wat je nee, ja, ik weet allemaal wat jullie besteld hebben. Ja. Ik ben echt benieuwd. Het is een blues. Ik ben zelf een bluesy girl. Ja. Zij is een Colbert girl. Zij is een blues girl. Wat ben jij? Allemaal nu. Ja, ik ben jij alles. Jij bent echt alles en nog wat. Het is een body, maar hij is best wel laag uitgesneden. Zo mooi. En het is een beetje satijn. Ik ben hier heel benieuwd. Ja, maar dan, dit staat jou zo mooi. Oh, deze moeten we vanavond aan. Ja, naar het feestje. Ik ben hier heel benieuwd naar. En dan moet je wel iets van een bralette eronder, denk ik. Ja. En ik denk, misschien doe ik nog wel een veiligheid. Als ik echt klaar zeg, dan een speltje bij. Maar dan een keer als we echt naar de club gaan Amsterdam doen we gewoon. Ja, tuurlijk. Als we uitgaan, ga je dit lekker opengooien, hoor. Maar hij zit ook zo mooi in je broek, weet je wel. Heel mooi. Ja, dat sluit er mooi aan. Oh, dit is ook, ik heb zeg maar nog meer bodies die dan geen string zijn. Dat vind ik echt. Oh, dat is heel naar. Is dat het wel? Ja, dit is een string. Oh, tof. Ja, dat is perfect. Hebben ze aan gedacht. Heel leuk, Anne. Echt, ja. I'm in love. Zin in. Toen jij die dat, toen ik diezelfde kan ook dacht ik, nee, ik leer die gewoon. Ja, dat dacht ik ook best. Dan heb ik hier een truitje. Ik dacht, deze kan ik ook gewoon op aan op die broek of zo. Schattig. Heel leuk. En ik dacht, zo even leuk, gewoon even een keer een kleurtje. Leuk. Gewoon even een keer wat beetje anders. Beetje wat strakker rolletje, dat vind ik leuk. Leuk, een beetje wat strak ook. En dan gewoon een zwarte blazer overheen of zo. Lekker. Zo is wat zacht is dit. Ja. Is heel zacht. Ik vond het wel leuk. Gewoon even een keer wat anders. Gewoon even een keer leuk. Ja. Nee, ik vind het ook helemaal leuk. Nee, Brian Zuber. Oh, van mijn Brian Zuber had ook een collectie. Dit leuk hoor. Maar rest is deze. Helemaal happy puppy. En die is Brian Zuber. Dat is een influencer. Oké, dit is mijn andere outfit. Deze kan natuurlijk echt alles. Ik vind dit ook heel erg leuk op mijn spijkerbroek. Trui vind ik wel echt amazing. Ik vind hem echt heel leuk. Het is gewoon even wat anders. Een beetje catchy item. Leuk met een zwarte blazer eroverheen of zo. Dus hier ben ik helemaal blij mee. Oké. Een grijs kolletje. Leuk. En grijs. Zo typisch weer. Maar leg even uit waarom je dit hebt. Ja, ik heb deze gekocht. Omdat ik dus nieuwe schoenen heb. Heel leuk. Ik denk, er moet wel iets een beetje bij passen, weet je. Heel ik heb leuk. Niet echt veel grijze items of zo. Nee. Dus
En dan deze in die pantalon en dan met het kobertje eromheen. Ja, dat is wel een vibe. Helemaal Nina. That's a vibe. It's a vibe. Helemaal leuk. Leukie, leukie. Dit is mijn volledige outfit. Ik heb een pantalon aan. Die zit helemaal perfect. Met een splitje bij de broek. Andere kant natuurlijk. En een grijs truitje, een beetje casual was dit, maar nou, heel dit leuk. Kan je gewoon altijd aan. En een colbertje erbij. Lekker oversized. Lekker oversized, want daar hou ik van. Heel leuk. Dus, helemaal tevreden. Pam, jij bent de beurt. Ben ik alweer? Ja. Ja. Gaat snel, hè? Ja, het gaat echt. Ik had ze ook een leuke trui. Oh, blauw. Leuk. Nou, wat leuk. Ja, door jou kwam ik weer een inspiratie. Oh, je hebt een inspiratie op gedaan. Maar deze leuk! Best wel fel. Hoe leuk zit ook bij mijn spijkerbroek, vind ik ook leuk. Ja, dit is heel leuk. Al. En ik heb ook bij mijn blauwe Jordans of bij deze zwarte. Ja. Dat is heel leuk. Is heel leuk. Het is echt een ander top. Ja, heel leuk. Ook leuk op een leren broek. Ja. Gast, hij is overal leuk boven. Dit kan ook ja, bij. Ik heb deze heel veel heel leuk, Anne. Echt zo'n catchy item. Heel. Nou, ik ben zo blij met deze tuin. Hij is gewoon helemaal lekker. Lekker gek kleurtje, vlakken, love it. Toen ik op zag, dacht ik, ja, dit is leuk. Nu een andere leren broek aan van Naked erbij. Heel leuk. En mijn tas. Eindelijk. Dus helemaal happy. Nou, dan heb ik een tas. Bijpassend bij een topje. Of een leuk topje. Bijpassend bij een trui. Wat leuk. Niet waar. Oh, wel een beetje een andere kleur blauw. Jij durft wel het zulke kleuren te bestellen. Ja, dat vind ik heerlijk, lekker combineren. Ja, maar dat komt omdat je zeg maar al zoveel past. Ja, dan doe je dat. Ja, nee, dit past niet. Nee, maar ik vind het wel een mooi kleurtje, moet ik zeggen. Dit vind ik mooi bij beige. Ik vind het een heet. Nee, dit kan niet. Nee, dat is jammer. Dit maar, is heel mooi bij beige. Ja. Ja, ik dacht gewoon een leuke tas. En hij is lekker groot, want hij niet grote tassen. Ik vind de voorkant wel echt heel leuk, hè? Ja, heel leuk. Dit is leuk, een blauwe tas. Maar wat een grappig kleurtje bij dit of zo. Ja, dit is heel leuk. Comprim. Oh ja, aqua blue. Ja, ik vond het heel leuk. Ik heb echt groen, roze. Ik heb alle soorten kleuren. Leven, dus I need it. Ja, heel leuk. Dus ja, even leuk. Dat kan je outfitje nog net even een beetje. Ja, maar als je ook helemaal breed voel je ja. Bent, vind ik dit ook heel leuk. Ja, kan het gewoon even een beetje opfleuren. Ook wel bij Gijs, denk ik. Ja, ja zo kunnen we dat. Leuk. De volgende item zijn van Chicago. Nou, hier hebben we echt zoveel van moeten doorsturen. Ik weet het echt niet meer wat. Ja, maak die maar eerst. Wat? Oh, die had ik. Had jij die? Ja. Oh, ik had hem ook gezien, die wilde ik ook doorsturen. Dus. Heel mooi. Ja, dit is een, in ieder geval, het is zo top met schoudervullingen en dan zit hij gewoon, ik dacht, het is altijd leuk voor werk. Wat grappig, ik had deze ook gezien. Ik dacht, misschien ga ik hem ook wel doorsturen. Ja. Heel leuk. Maar ik vind het echt wel een kleurtje voor jou ook. Ja, lekker bruin. Ik dacht leuk op die bruine pantalon. Een beetje herfstkleurtjes. En dan, ziet er gewoon zo uit. Dat is het. Ik wil het gewoon aanzien, dat moet je gewoon even aanzien. Ja. Ja, deze heb ik dus, maar ik ben er dus één van kwijt. Oh. Dus die heb ik nog een keer. Yeah! Deze had ik eens in het blauw. Ja. Dat je zo kan aanstrikken. Ja. Deze had ik eens in het knalblauw, maar die was er niet meer. Ook weer een blouseje hebben, Anne. Ja. Zo leuk. Dacht ik, doe een keer wit. Dit is wel echt leuk. Eigenlijk heb ik nooit wit. Nee. Het is vaak donker. Dus ja, heel leuk, Anne. Dus ik denk dat het heel leuk is. Oh, leuk. Oh, maar dit is ook leuk voor vanavond. Leuk vormpje. Dat ja. Hier. Kijken wat je fantastisch. Ja, heel leuk. Nou, ik heb nu een witte blouse aan. Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb niet zo heel veel witte blouse. Ik heb altijd zwart. Dus dit is. Keer goed voor mij. Maar ik ben er heel blij mee. Ik hou van die lekkere beide armen. Een beetje pof. Hou ik van. En hier kun je hem lekker strakker aanknopen. En ik heb een maat Emma. Oké. Okay. Heel leuk. Ja, ook een soort topje voor uitgaan. Allemaal wel een beetje dezelfde vorm. Ja. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ja. Maar hij zit dicht hier. Dus ik dacht dat het wel een grappig lichtgevend. Ja, leuk is het. Heel leuk. Het glinst, er glinst een beetje. Ja. Echt een leuk kleurtje. Van een spijkerbroek of iets. Met mooie ook leuke vingers eronder. Ik hou echt van blauwe spijkers. Ja, ik vind blauw sowieso een leuke kleur. Heel leuk. Dit is outfit 2. Dit shirtje is van Chicole. Maat is, heb ik niet gekeken. Een S'je. Hij zit helemaal perfect. Het is echt een soort uitgaanstopje, want je ziet wel een stukje buik. Maar ik vind het dan wel weer mooi dat dit dicht zit. Dus dat het niet is. En ja, top. We gaan weer lekker joggings pakken bij Chicole. Oh, echt perfect. Zo lekker zacht. Zo top. Dit is een. Dat ziet er normaal uit. Oh, dit is zo'n white leg. Die zoof ook had. Ja, zo'n groen had. Kijk, dit is lekker. De binnenkant. Die binnenkant, hé. Ja, dit is. Ja, dit is niet normaal. Maar dit is, hier kun je ook gewoon echt een leuke outfit op aan. Heel leuk. Over stage. Dit is heel stelvol. Ja, ik vind dit geweldig. Omdat hij juist zo wijd loopt, maakt het echt zo van. En boven gewoon strak.
Ja, dit... Nee. Ja, dit vind ik heel leuk. Maar ook gewoon chill, maar ook ja, mooi. Ik zo blij. Gaan we weer, hè? Het wordt weer zo video. Oké. Oké, dit is mijn volgende outfit. Ik ben echt, nou, obsessed met deze items. Ik vind het topje echt heel leuk. Dit kan echt voor stage, voor werk, maar het kan ook heel leuk voor uitgaan. Ik vind het echt leuk met die schoudervullingen. En die broek is echt amazing. Het zit gewoon niet normaal. Gewoon alsof je lekker in je joggingbroek zit. Maar het ziet er gewoon netjes uit. Dus, I like that. En hij is dus echt... heel wijd aan de onderkant, maar love it. Lekker met chunky sneakers eronder of zo. Dus ik ben helemaal blij. Tot uitzichtje. En Anna. Ik heb een trui. Ja! Ik ben helemaal ready. Ik heb precies de goede verdeling in wat ik heb. Ja. Alleen ja, broek. Maar dit vind ik heel chill. Heel leuk. Gewoon een lange beige trui. Kool, groot. We gaan er gelijk met z'n allen ja, aan lopen zitten. Nee, leuk Anne. Ja. En ja, leuk, zeker. Ja. Maar gewoon lekker deze trui. Lekker voor stage. Dus ook een beetje, netjes. Moet ik altijd wel een beetje. Ja, een soort nette trui. Ja, dus maar wel weer comfy. Helemaal leuk. Ik heb nu mijn nieuwe outfitje aan. Eigenlijk een nieuwe trui. Amazing. Ik vind het zo lekker. Ik zou dit of zo dragen op een spijker of een leren broek of zo. Of een beige. Ik heb ook een hele leuke beige leren broek. Dat zou ook leuk zijn. Of helemaal los op een leren legging of zo. Maar ik vind het heerlijk. Colletje is perfect. Beetje geen strakke mouw. Vind ik ook wel chill. Leuk met allemaal gouden sieraden. Maat in de beschrijving. XSS. Oh ja, omdat hij zo groot leek. Ja, nou, dat is juist chill. Want ja, ik wilde hem eigenlijk niet groter. Nee. Maar, want hij is nu al lekker wijd en oversized. Ja. En de mouwen zijn goed. En ja, helemaal top. En blousie, toch? En blousie, daar heb ik er nog niet mee van. Witte blousie is wel echt veel. Ja, maar dit is weer een hele andere vorm. Het is heel poffy. Ja, het is wel, dit is een soort een strakke blouse vind ik ook weer leuk. En dit is precies als ik aan Lina denk, dan is dit gewoon aan dit. Ja, het is wel een hele andere vorm dan normaal. Nee hoor, dit is zo, dit staat jou zo leuk. Van onder heb je zo'n mooi dingetje. Zo strak. En daaronder boven een beetje poffy. Ik zit te denken, waar kan ik dit het beste, waar is het leukste, wat is het leukste hieronder? Eigenlijk een leerbroek vind ik heel leuk. Ja. Of een spijkerbroek. Of spijkerbroek ook wel leuk, toch? Ja. Ja, heel leuk, Nien. Nou, dit is mijn laatste outfitje. Het blouseje van Chiquelle. Hij zit echt heel lekker. Het is echt een soort corset idee. Want het zit hier echt strak. Best wel strak, maar dat vind ik juist wel lekker zitten. En hierachter steekt hij dan wel een beetje zo eruit. Dat vind ik heel wel leuk. Mooi. En verder ja, gewoon voor een nette gelegenheid. Maar ik kan ook in het weekend een keertje aan. Dus perfect. Ik heb nog één trui. Ja, ik ook jou, echt een kleur versaard. Ja. Deze vind ik ook leuk op die bruine pantalon die ik heb. Daar heb ik weinig dingen op wat ik echt even leuk vind. Maar dit is gewoon even gewoon een lekkere chill trui. Heerlijk. Het komt ja, ik leef hierin. Ja, dit is amazing. Ik vind dit gewoon zo chill. Deze is ook wat lekker wat dunner. Ja, en dit is ook heel ik vind dit ook leuk met een blouse eronder of zo. Ja. Ja. Dus ja, het is gewoon lekker. Ik hou ervan. Amazing. Oké, dan is dit mijn laatste outfit. Ja, dit is gewoon echt een chill outfit. De trui vind ik echt super chill. Ook echt precies dezelfde kleur pantalon in het bruin. Dus dat vind ik ook wel leuk. Maar ja, dat is gewoon lekker chill voor thuis. Echt heerlijk, love it. Ja, leuk! Stond het leuk? Stond het leuk? Wat vond jullie ervan? Wat was jullie favoriete item bij wie? En wie heeft het leukste shop? Nou, wie heeft het beste gedaan? Wie heeft het slechtste shop? Ja. Deze items zijn echt kut. Nou ja, dat was het eigenlijk alweer. Ja. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vond je de video leuk? Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven. Vergeet natuurlijk niet te supporten door op mijn YouTube kanaal te abonneren. En wil je daar nog meer van zien? Volg ons dan op Instagram. En let me know wat jullie de volgende keer leuk vinden om te zien. Een leuke twist. Hebben jullie een beetje must-have items gekocht? Niet per se outfitjes, maar gewoon echt... Ja, misschien volgende keer wel een leuk thema of zo. Ja, dat je zegt van, dat wil ik echt zien. Hoe kun je shoppen voor dit of voor dat? Dus ideeën zijn altijd wel. Ja, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dikke kus! Doei! Doei.